Het is pas de tweede keer dat beide ploegen, Willem II en Jong Ajax, tegenover elkaar staan in Tilburg. Die enige andere ontmoeting was in 2014. Toen werd het 7-1 voor Willem II. Een hattrick van Bruno Andrade. Het eerste gevaar is van de Tilburgers. Meerveld met een schot en Setford moet een corner weggeven. En uit die hoekschop komt de bal voor de voeten van Freek Heerkens. En die scoort na 10 minuten het eerste doelpunt. 1-0 voor Willem II. Heerkens, de vervanger van de geschorste Paul Jong. Die liep tegen zijn vijfde gele kaart aan tegen Heracles. Heerkens dus achterin. En Verret schuift een linie naar voren. Hij speelt op het middenveld. Gis Hoornkamp wordt gestuit. Correcte tackle op de bal van Vos. Sterk verdedigd door de verdediger van Jong Ajax. Marta Gooyer speelt vandaag als rechtsback. Regeer tegenwoordig veel bij het eerste. Ze slingert hem voor en een aardige kans voor Jaden Banel. De redding is er tegen zijn oude club van Kostas Lamproe. Opnieuw Jong Ajax. Daar is Gooyer weer. Die trekt hem terug, maar kan niemand bereiken. En het tikje van Heerkens naar de zijkant levert nieuw gevaar op. Maar een grote kans voor Jong Ajax zit er niet in. Dan ruimte in de omschakeling voor Willem II. Meerveld geeft mee. Overstapje van Kabangu. En dan is daar Svensson. En is het 2-0. Twee kansen, twee keer raak. Uiterst effectief Willem II. Kabangu laat hem lopen. En via de voet van Gooyer komt hij dan uit bij Svensson. Die maakt zijn zevende van het seizoen en is nu in zijn eentje clubtopscorer. Goeie bal dit op Kabangu. Nu net naast. Ze kunnen dus ook missen bij Willem II. Maar zijn wel sterker in deze fase dan Jong Ajax. Linsson combineert onder andere met Jaden Banel. Een rollertje, een makkie voor Lamproe. Heerkens. Goed ingespeeld. En een schot. Net naast de paal. Opnieuw Ringo Meerveld. Gevaar uit de tweede lijn komt van hem. Kort voor rust dan. De bal op de hand bij Heerkens. Binnen of buiten de 16. Scheidsrechter Martijn Vos legt hem erbuiten. Een vrije trap voor de ploeg van Dave Vos. Linsson. En die schiet hem binnen. Dan is het op slag van rust. Zomaar 2-1. Heeft Jong Ajax niet heel veel meer gecreëerd. Maar gaan ze in ieder geval met aansluitingstreffer naar binnen. Lamproe twee stapjes naar rechts. De verkeerde kant op. Kan meer doen bij die vrije trap. Hij is geklopt. Dan is hij in de ploeg gekomen. Jeremy Bokila. Een kwartier in de tweede helft. Op een presenteerblaadje krijgt hij hem. Maar hij lijkt te schrikken van het uitkomen en het missen van Charlie Setford. Hier kopt hij de bal door. Die komt nu bij Kabangu uit. En hij stuit op Setford. Aartsen kan opruimen. Tweede helft een stuk minder aantrekkelijk dan de eerste. Weinig grote kansen. Weinig echt vermaak voor de goals in Tilburg. Gooyer. Het is een beetje typerend voor de tweede helft. Een afzwaaier. En Dave Vos in zijn tweede wedstrijd bij Jong Ajax. Lijkt op weg naar zijn eerste nederlaag. Won bij zijn debuut nog wel met 4-2 van MVV. Maar echt een vuist maken kan Jong Ajax vanavond niet. Ze gaan wel op zoek naar de gelijkmaker. Maar dan kan Willem II lekker gaan counteren. Combinatie. Michael de Leeuw mag door. De Leeuw. Makkelijke bal voor Setford. Het blijft daarom bij 2-1. Dus de vijfde thuiswinst op rij voor Willem II. Dat dan wel. Het trekt de goede serie door. Geen invalbeurt voor Thijs Oosting. Daar moeten supporters nog een week op wachten.